vanavond namens het Apart Reflect bij deze avond over Antonio Gramsci. Mijn naam is Indra Runkens. Ik doe zelf promotieonderzoek hier aan de Radboud Universiteit in Nijmegen over de Europese Unie en belastingen. Mochten jullie denken dat u de verkeerde zaal bent gelopen, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Het gaat over Antonio Gramsci. En deze Italiaanse marxistische filosoof staat te boek als een van de origineelste denkers van de 20e eeuw. Dat is best verrassend, want met zijn zwakke gezondheid sleet hij eigenlijk zijn beste jaren in een fascistische gevangenis. Dus wie was deze persoon? Wat waren zijn ideeën? Wat was zijn motivatie? Waarom zou zo'n studieuze marxist zo'n centrale rol krijgen in de moderne politieke filosofie? Deze vragen en een hele hoop andere gaan we bespreken en misschien zelfs antwoorden op krijgen in twee lezingen. De eerste lezing wordt gegeven door Arthur Westijn. Hij is universitair docent aan de Universiteit Utrecht in Italiaanse geschiedenis. Hij bestudeert het snijvlak tussen politiek en intellectuele cultuur, met name in de Nederlandse 17e eeuw en in de Italiaanse geschiedenis. Hij vertaalde Gramsci's gevangenisnotities, welke onlangs zijn uitgegeven in dit boek. Alle mensen zijn intellectuelen. Ik zie sommige mensen al met het boek op schoot zitten, heel goed. Kortom, een perfecte match voor dit programma. Hij zal ons meenemen door het leven van Gramsci, uitleggen wat er precies in die geschriften stond en bespreken waarom zijn ideeën nu nog steeds een belangrijke inspiratiebron zijn voor velen. Daarna maken we een draai naar het heden met Matthijs van der Zanden. Hij is politiek filosoof en als universitair docent verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet zelf onderzoek naar radicale democratie en politiek activisme. En ook binnen die kaders wordt er veel gebruik gemaakt van de werken van Gramsci. Hij vertelt op welke manier Gramsci vooral een inspiratiebron is voor de moderne politiekfilosofen Ernesto Laclau en Chantal Mouffe. En hoe we met hun inzichten de manier van politiek bedrijven nu kunnen begrijpen. Daarna gaan we samen in gesprek over Gramsci en is er ook een kans voor jullie, voor de zaal, om vragen te stellen. Maar eerst geef ik het woord aan Arthur Westijn en wens ik jullie een hele fijne avond. Dames en heren, het is eigenlijk wel beschouwd vrij merkwaardig dat Antonio Gramsci, die overleed in april 1937 na jaren te hebben gesleten in een fascistische cel, ruim 80 jaar later, in 2019, nog altijd volle zalen trekt. En dat is merkwaardig omdat Gramsci eigenlijk alle doelen die hij zichzelf stelde in zijn leven niet heeft kunnen verwezenlijken. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk was Gramsci een mislukkeling. Dat begon al vrij vroeg. Hij groeide op in moeilijke, armlastige omstandigheden, geboren op het eiland Sardinië, ver van de beschaving. Had ook hele zware fysieke problemen, al van jongs af aan zijn luchtwervel raakte vergroeid. Hij is nooit heel groot geworden. Hij was wel slim, hij kon dus gaan studeren, maar hij ging studeren in Turijn, werd ook geen succes. Hij heeft de studie nooit afgemaakt, want hij dacht, ik word journalist. Dus hij heeft geprobeerd om aan de hand van allerlei uitgebreide analyses en reportages en dergelijke zijn tijdgenoten te kunnen overtuigen. Met name omdat hij zelf geïnspireerd raakte door de Russische revolutie. En hij dacht, eenzelfde revolutie gaan wij ook in Italië verwezenlijken. Aan de hand van culturele voorbereiding, zou je kunnen zeggen, aan de hand van zijn eigen geschriften, dacht hij de geesten van zijn tijdgenoten klaar te kunnen stomen voor een vergelijkbare revolutie in Italië. Maar ook dat lukte niet, want terwijl hij zelf bezig was met het schrijven van zijn stukken, vond er een hele andere revolutie plaats, namelijk die van het fascisme. Met de machtsgreep van Mussolini in 1922 bleek eigenlijk dat die revolutie die Gramsci voor ogen had, niet zou kunnen slagen. En je zou kunnen zeggen, de opkomst van het fascisme was ook iets waar Gramsci zelf onder andere debet aan was, aangezien die opkomst van het fascisme ten dele verklaard kan worden op grond van de verdeeldheid onder, laten we zeggen, de revolutionaire linkse krachten in Italië.
Socialisten, sociaaldemocraten, communisten, die voegden vooral elkaar de tent uit, waardoor Mussolini er met de buit vandoor kon gaan. Gramsci heeft het wel geprobeerd om uiteindelijk ook als politicus daadwerkelijk dan zijn stempel te kunnen drukken. Hij is lid geworden van het Italiaanse parlement, eigenlijk in de laatste min of meer vrije verkiezingen die nog werden georganiseerd. Is hij parlementariër geworden. Maar ook voor het parlementaire machtspelletje bleek hij allerminst geschikt. Hij had eigenlijk een heel zwak stemmetje, kon maar heel moeilijk een grote menigte in het parlement toespreken. Hij werd continu eigenlijk onderbroken door alle fascistische hardliners. En is dus ook als politicus eigenlijk een mislukking gebleken. Zijn laatste, je zou kunnen zeggen, poging om alsnog wel iets te betekenen was als filosoof. Het kwam vooral omdat hij, zoals zoveel tegenstanders van het regime van Mussolini, in de cel belandde. En jaren daarin sleet. En eigenlijk toen ook de tijd kreeg om uitgebreid zijn gedachten op papier te zetten. En te proberen om die gedachten te verwoorden. Maar je zou zelfs denk ik kunnen zeggen dat ook dat niet goed gelukt is. Want de geschriften van Gramsci die zijn extreem hermetisch en elliptisch en moeilijk te begrijpen, dusdanig dat de supiers in de cel waarin Gramsci zat, die probeerden natuurlijk mee te controleren, hè, wat is die man nou allemaal aan het schrijven, en die zeiden, hier is geen taal vastgenomen. Het is vaagheid, het zijn onsamenhangende nonsens, letterlijk. Wat verklaart dan toch dat Gramsci na zijn dood, postuum, zo'n belangrijke rol is gaan spelen en zo'n beroemde man eigenlijk is geworden? Daar zijn verschillende redenen voor te noemen. Ten eerste, wat Gramsci deed in die gevangenis, terwijl hij in allerlei kleine schoolschriftjes eigenlijk zijn ideeën probeerde op te schrijven. Wat hij deed was eigenlijk een hele originele, specifieke draai geven aan het marxisme, aan de traditie waarin hij was opgegroeid. Wat hij namelijk doet is eigenlijk de nadruk verplaatsen van het rijk van de economie, dat natuurlijk in het klassieke marxisme centraal staat, naar het rijk van de ideeën, of misschien wel beter gezegd, het rijk van de cultuur. En dat is een draai die gegrondvest is op de aanname dat het in het menselijk leven of in de maatschappij breder gezien zozeer gaat om de materie, dus om wat mensen maken, om de arbeid die mensen verrichten, maar het gaat om de geest, om wat mensen denken. Het menselijk denken is sturend voor het menselijk handelen. Nou, die aanname die komt niet uit het niets, die is eigenlijk gegrondvest op een bredere traditie die met name in Italië aan het begin van de 20e eeuw heel sterk was, belichaamd door een beroemde Italiaanse filosoof Benedetto Croce, die eigenlijk in de idealistische traditie, dus een beetje de Hegeliaanse traditie, benadrukte dat je moet kijken naar de materialistische wetmatigheden van de onderbouwde structuur, zoals Marxisten dat noemen. Maar je moet juist kijken naar de praktijk van denken, de bovenbouw zou je kunnen zeggen, die inhaakt op die structuur en daarmee ook die structuur ten dele naar zijn hand zet. En dat is een beetje de idealistische stroming die Gramsci overneemt en waarmee hij een bepaalde kanteling bewerkstelligen binnen het marxisme. En waarmee dus het oude ideaal van de klassenstrijd een extra dimensie krijgt, om te zeggen, die klassenstrijd die blijft nog steeds leidend, maar die krijgt een extra dimensie, die wordt ten dele ook een ideeënstrijd. Nou, het is natuurlijk niet verrassend dat juist een studieuze intellectueel, hè, die als journalist werkte, als studeerkamergeleerde eigenlijk, niet verrassend dat juist zo iemand met zo'n theorie aan komt zetten. Maar wat wel bijzonder is en ook wel belangrijk van Gramsci is dat hij zegt eigenlijk dat dat gegeven betekent dat het dan niet alleen maar draait om, laten we zeggen, de klassieke intellectuelen zoals academici of journalisten, maar eigenlijk dat het draait om alle mensen. Alle mensen zijn namelijk, zoals hij stelt, intellectuelen. Dat wil zeggen, alle mensen die denken na over de wereld, die proberen hun ideeën over die wereld te delen met anderen en zijn daarom in essentie intellectuelen. Sterker nog, je zou misschien wel kunnen zeggen dat alle mensen in essentie filosofen zijn. Omdat iedereen die wereld observeert en op grond daarvan bepaalde ideeën ontwikkelt over de wereld om hen heen. En omdat het
denken van mensen sturing geeft aan het handelen van mensen. Dat is het idee van Croce dat Gramsci overneemt. Omdat het denken sturing geeft aan het handelen, is elke vorm van filosofie ook per definitie een bepaalde vorm van politiek. En in die zin zou je kunnen zeggen, Marx die heeft het beroemde uitspraak dat filosofen de wereld moeten interpreteren, maar dat het eigenlijk om gaat om die wereld te veranderen. En Gramsci die geeft daar een draai aan. Hij zegt namelijk eigenlijk in essentie, als je de wereld aan het interpreteren bent, als je de wereld begrijpt, dan verander je per definitie die wereld. Dus elke vorm van filosofie impliceert direct ook een bepaalde vorm van politieke stemming. Nou, dat betekent dat voor Gramsci de weg naar macht, je zou kunnen zeggen de politieke strijd, niet alleen maar een economische strijd is, maar in essentie een ideologische strijd. Je zou misschien in hele algemene termen kunnen zeggen een cultuurstrijd. En die weg naar macht die is ook niet, omdat het een ideologische strijd is, een plotselinge opeenvolging van bijvoorbeeld verkiezingen of staatsgrepen, of economische acties. Maar het is een heel langlopend proces waarbij eigenlijk de eigen ideeën moeten worden ingegraven, als het ware, binnen de samenleving. En Gramsci noemt dat met een metafoor die ontleend is aan eigenlijk de jaren dat hij opgroeit, de Eerste Wereldoorlog, als alle Italiaanse leeftijdsgenoten van hem in de loopgraven in het noorden van Italië vechten tegen de Oostenrijkers. Gramsci noemt die politieke strijd die hij voor ogen heeft een loopgravenoorlog, of misschien beter gezegd een stellingenoorlog. Waarbij het idee is dat als je de macht wil grijpen, dan moet je stellingen veroveren binnen wat hij noemt de burgerlijke maatschappij, het maatschappelijk middenveld zou je kunnen zeggen, of misschien duidelijker in het Engels civil society. Daarin moet je stellingen veroveren, die moet je bemannen en vervolgens kun je dan via een langdurige stellingenoorlog ervoor zorgen dat een brede groep in de maatschappij jouw ideeën steunt en overneemt en dat dan vervolgens de voedingsbodem is gelegd voor een politieke en economische machtsovername. En dat zijn dus die politieke strijd, die duiden dus eigenlijk om intellectuele activiteiten, bijvoorbeeld in het onderwijs, bijvoorbeeld in de media, bijvoorbeeld in de literatuur, daar Gramsci is ook een groot fan van literatuur. En dat zijn de gremia die leidend zijn binnen zijn idee van waar politiek uiteindelijk bevochten wordt. En het doel daarvan, het doel wat hij voor ogen heeft met die ideologische strijd, of die cultuurstrijd, is het bereiken van hegemonie. En hegemonie is het beroemdste begrip in Gramsci, dat is ook eigenlijk wel de kern waar alles op draait. En hegemonie, dat gaat erom dat succesvolle machtsuitoefening niet zozeer bestaat uit simpelweg domineren, mensen dwingen om iets te doen, want daarvoor heb je politie nodig en een leger en dergelijke, maar dat is eigenlijk niet echt succesvolle machtsuitoefening, daarvoor moet je namelijk mensen dwingen. Succesvolle machtsuitoefening, hegemonie, betekent dat mensen ermee instemmen dat ze gedomineerd worden. Dat er eigenlijk helemaal geen dwang bij komt kijken. Dat de geregeerden ermee instemmen dat ze geregeerd worden. En wie daarvoor zorgt, dus wie ervoor zorgt dat dat soort hegemonie kan plaatsvinden, dat dat soort hegemonie in stand blijft en ook zich kan ontwikkelen, dat zijn diegenen die de functie vervullen van de intellectuele. Dat wil zeggen, volgens Gramsci zijn alle mensen intellectuelen, want iedereen denkt na over de wereld, iedereen probeert die wereld te duiden. Maar je hebt ook een specifiekere groep, en dat zijn mensen die een functie belichamen, een intellectuele functie, die bijvoorbeeld als onderwijzer, of als journalist, of als talkshow-presentator, ik noem maar een paar hedendaagse voorbeelden, een rol spelen binnen dat maatschappelijk middenveld en daarmee ofwel de bestaande hegemonie in stand houden, het bestaande systeem van machtsuitoefening, ofwel, en dat is belangrijk natuurlijk voor Gramsci, een alternatief aanleveren voor de status quo. Die eigenlijk de bestaande hegemonie ondermijnen door middel van het
presenteren van een ander hegemonisch alternatief. Nou, die nadruk op het belang eigenlijk van intellectuele arbeid verklaart ook dat ze het juist vindt intellectuelen zijn geweest in die later jaren die met Gramsci er vandoor zijn gegaan. Om het eventjes een lokale draai te geven, met name hier in Nijmegen is bijvoorbeeld in de jaren 70 Gramsci herontdekt, zou je kunnen zeggen, in kringen van met name studentenbewegingen geprobeerd rondom de CPN. Paul Scheffer was daar een goed voorbeeld van, ook Gabriel van den Brink, destijds jonge honden die eigenlijk Gramsci hebben herontdekt voor het Nederlands publiek en op grond daarvan ook probeerden om een culturele, ideologische draai te geven aan het marxisme van die tijd. Een andere reden waarom Gramsci juist zo'n lange nasleep heeft gekend, waarom hij zo'n postume nalatenschap heeft genoten, is vanwege, je zou kunnen zeggen, de concrete politieke vertaling die hij heeft gegeven aan hoe je dan zo'n ideeënstrijd of zo'n cultuurstrijd zou kunnen vormgeven. Dus aan de ene kant hebben we die intellectuelen die natuurlijk zichzelf graag zien weerspiegeld in het idee van intellectuelen zijn belangrijk. Maar tegelijkertijd heeft Gramsci ook, omdat hij als partijman het een en ander wist van hoe politieke partijen fungeren, heel sterk de nadruk gelegd op het belang van de politieke partij als de organisatie die die vormen van intellectuele arbeid kan aansturen en kan stroomlijnen om verschillende groepen bij elkaar te brengen, om eigenlijk verschillende belangen in de samenleving samen te smeden en op basis van een bepaalde klasse een grotere groep mensen eigenlijk te mobiliseren onder de noemer van een collectieve wil. Dat is ook een kernbegrip bij Gramsci. Het creëren van een collectieve wil die ervoor zorgt dat een hegemonieverandering mogelijk wordt. En de organisatie die volgens Gramsci zo'n collectieve wil kan creëren bij uitstek, is de politieke partij. Gramsci wordt heel erg geïnspireerd door Machiavelli, zijn meest beroemde landgenoot, denk ik, als het gaat om de filosofie. Machiavelli heeft het over il principe, de heerser. Dat gaat voor Machiavelli, gaat het over een persoon. Maar Gramsci geeft er een draai aan en hij zegt eigenlijk, de moderne heerser is de politieke partij. Dus bij uitstek de organisatie die leiding kan geven, die sturing kan geven aan zo'n hegemonisch stelsel. En ook op die gronden is het niet verrassend dat juist in de jaren 70 met name Gramsci weer heel erg populair werd en werd afgestoft in Nederland, maar ook met name in zijn geboorteland in Italië en ook bijvoorbeeld in Frankrijk in de hoofdtijdagen van het zogeheten eurocommunisme. Natuurlijk hè, de periode van de grote volkspartijen die nog een primaat hadden en ook op grond van die, zou ik kunnen zeggen, een soort van Gramsciaanse analyse probeerde dat primaat te bestendigen. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat Gramsci ook een verklaring levert, en dan gaan we langzamerhand naar het heden toe, waarom die partijen sindsdien, dus sinds de jaren 70, aan kracht hebben ingevoerd. Omdat Gramsci zegt, als partijen intern te bureaucratisch worden en stapsgewijs de band verliezen met hun achterban, om het anders te zeggen, er niet meer toe in staat zijn om continu nieuwe aanwas van intellectuelen te creëren, zodat die ideologische strijd kan blijven voortduren, dan zijn die partijen ook niet meer in staat om zo'n collectieve wil te kneden. Dan is er geen wisselwerking meer tussen de leiders en de massa, tussen de elite en het volk, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat de bestaande orde langzamerhand in een crisis terecht komt. En zo'n crisis, een crisis van politieke partijen, betekent volgens Gramsci dat er een vacuüm ontstaat. En zo'n vacuüm biedt in zijn optiek juist kans voor wat hij noemt caesaristische leiders. Dus leiders die zich spiegelen aan Julius Caesar, charismatische individuen, die niet per se heel erg ideologisch opereren, maar die eigenlijk in het vacuüm treden. Dat is achtergelaten omdat die politieke partijen niet in staat blijken een collectieve wil samen te bouwen. Als dat soort leiders opstaan, zegt Gramsci, betekent het niet dat er sprake is van een nieuwe hegemonie, maar het betekent dat het oude aan het afsterven is en er nog niet een nieuw alternatief is geformeerd. Het is een overgangsperiode, een interregnum, zou je kunnen zeggen.
En wellicht, en dat is denk ik ook voer voor discussie, later zou je kunnen zeggen dat wij nu, anno 2019, precies in zo'n overgangsfase zitten. Opvallend daarbij is dat je ook denk ik kunt concluderen dat juist dat idee dat Gramsci voorop stelde van alle mensen zijn intellectuelen, in de afgelopen jaren, decennia, bewaarheid is geworden, of althans steeds meer gerealiseerd is geworden, vanwege de opkomst van sociale media. Juist sociale media stelt namelijk ieder individu in staat om direct binnen het maatschappelijk middenveld zijn of haar stem te laten horen. En dus als een intellectueel ook die functie te vervullen van een intellectueel. En je zou misschien vanuit Gramsciaans blik kunnen zeggen dat de crisis van de politieke partijen nu ook laat zien dat die partijen niet in staat zijn om die veranderende omstandigheden te duiden of in hun voordeel te keren, terwijl juist zulke cesaristische leiders, denk aan Donald Trump op Twitter, of denk in Italië aan Matteo Salvini, elke dag op Facebook, dat juist die leiders daar wel heel goed toe in staat zijn. En dat brengt me ook op het huidige belang en het huidige gebruik, zou je kunnen zeggen, van Gramsci. En dat is misschien wel de derde reden waarom Gramsci ondanks zijn mislukking toch zoveel invloed heeft gekregen. Namelijk juist vanwege het feit dat hij in die cel op een hele open manier eigenlijk schreef, op een hele onsamenhangende manier, op een hele fragmentarische manier. Juist vanwege alle open eindjes in zijn denken, zijn er heel veel verschillende manieren waarop je als lezer van Gramsci ermee aan de haal kunt gaan en je eigenlijk je eigen interpretatie eraan kunt vastknopen. Dat gebeurt natuurlijk ter linkerzijde. We zullen straks meer horen over bijvoorbeeld Chantal Mouffe, een Belgische filosoof die Gramsci gebruikt om te pleiten voor een linkspopulisme. Maar minstens zo opvallend is dat er ook op rechts in de laatste paar jaar heel veel aandacht is eigenlijk voor Gramsci en zelfs waardering voor Gramsci. Dat zie je bijvoorbeeld in Frankrijk nog sterk. Marion Maréchal is daar een voorbeeld van. Dat is het nichtje van Marine Le Pen. Een beetje het gezicht van identitair rechts in Frankrijk. Die heel expliciet heeft gezegd dat een Gramscisme de droite, dus een rechts-Gramscisme, de baan moet effenen voor een rechtse massaovername in Frankrijk. Maar je ziet het ook dicht bij huis. Voor de liefhebbers kan ik aanraden een filmpje van Thierry Baudet dat een paar weken geleden op YouTube kwam, waarin hij een speech houdt voor een Amerikaanse think tank, de American Freedom Alliance. Een vrij typische conservatieve rechtse Amerikaanse think tank, waarin Baudet benadrukt dat hij zich heel erg duidelijk laat inspireren door Antonio Gramsci. Door het idee van zo'n ideologische strijd in het maatschappelijk middenveld, via onderwijs, via media, om posities te veroveren binnen dat kader en daarmee ook politiek een verandering te bewerkstelligen. De mars door de instituties wordt ook door het Forum voor Democratie heel letterlijk omarmd. Gestoeld op het idee, op de aanname, op de Gramsciaanse aanname, dat ideeën de wereld regeren. Dus het gaat natuurlijk ook om politiek, maar ook om economie, maar toegevend zijn ideeën. Nou, die rechtse toe-eigening van Gramsci die is vrij opmerkelijk, omdat Gramsci natuurlijk ook vaak wordt gezien als de aartsvader van het zogeheten cultuurmarxisme. Dat is een term die je ook juist vaak binnen rechtse kringen tegenkomt, ook met name in Amerika. Een beetje een vage term die dubieus is, denk ik, maar op zich best hout snijdt als je denkt aan de combinatie marxisme plus cultuur. Gramsci was iemand die, denk ik, die term zelf had omarmd. Dat is een term die in zijn tijd nog niet bestond, maar hij was een marxist en hij vond de cultuur belangrijk. Dus in die zin cultuurmarxisme past op hem zeker. De vraag is alleen wel of de invulling die door hedendaagse critici van het begrip wordt gegeven aan die term ook van toepassing is op Gramsci. En daar wordt het een beetje dubieus. Eigenlijk vooral zou je kunnen zeggen dat Gramsci in heel veel opzichten veel meer lijkt op de critici van het cultuurmarxisme dan ze zelf doorhebben. Gramsci is in heel veel opzichten vanuit onze 21ste eeuwse blik gezien best een conservatief denker. Hij heeft bijvoorbeeld een hele sterke preoccupatie met seksualiteit. En seksualiteit is iets wat heel erg bedreigend is voor hem. En hij probeert vast te houden aan stabiele monogame relaties. En hij is heel erg bang dat
het libertinisme, zoals hij het noemt, van de bourgeoisie, de mores van de onderklasse zou worden beheren. Hij houdt ook heel erg sterk vast aan het ideaal van de katholieke kerk, juist als een model waarnaar het marxisme zich zou kunnen vormen. De kerk is een organisatie die bij uitstek een succesvolle hegemonie bewerkstelligt. En ten derde, Gramsci die legt ook heel erg de nadruk op wat hij noemt het nationaal-volkse niveau waarop zo'n hegemonie kan worden gecreëerd. Dus hij is eigenlijk iemand die heel erg denkt binnen de kaders van de nationale gemeenschap, van de nazistaat. En misschien om die reden is het ook niet zo heel erg verrassend dat juist Paul Scheffer en Gabriel van der Blinde, ik noem het zo net, die zijn een beetje opgeschoven ook juist naar die hoek van het belang van de nationale gemeenschap in ons hedendaagse politieke debat. Kortom, Gramsci past misschien wel veel meer bij hedendaags rechts dan mensen verwachten en ook zeker dan Gramsci zelf misschien had durven vermoeden. Dat brengt me ook op een vraag die ik eigenlijk wil stellen ter conclusie. En ook een beetje in de aanloop naar het debat van straks, wat we dan eigenlijk moeten denken van Gramsci. Om alvast een aanloopje te nemen naar de discussie van straks. Mijn uitgangspunt is dat Gramsci eigenlijk vooral interessant is als een historisch figuur, en dat ook zijn geschriften historisch belang hebben als een vrij curieus document uit een hele curieuze tijd, namelijk de opkomst van het fascisme en de opkomst van het Stalinisme in de jaren 20 en 30. Maar we moeten denk ik ook Gramsci op grond van die historische context duiden als iemand die niet in staat bleek om in te zien wat er in zijn eigen tijd gebeurde en ook niet in staat bleek om dat te voorkomen. En Gramsci is iemand die uiteindelijk, wat ik al aan het begin stelde, een mislukkeling was. Die eigenlijk niet de middelen had, politiek en misschien ook wel niet intellectueel, om het harde machtsspel van zijn tijd en de opkomst van het totalitarisme in zijn eigen tijd te begrijpen. En daarom misschien, ter afsluiting, is het misschien maar het beste om de Gramsciaanse illusies, dat het alleen maar gaat om ideeën, te laten aan diegenen die vandaag de dag pronken met Gramsci, en om zelf te richten op hele andere tradities. Ik dank u wel. Zoals aangekondigd, ik ga het een beetje, mijn naam is Matthijs van Zonne, en ik ga het een beetje meer hebben over, aansluitend op het verhaal van Arthur, over de hedendaagse receptie van Gramsci. Waarom is hij vandaag de dag zo belangrijk en wat kunnen we van hem leren? En wat hebben andere filosofen, waaronder ook een aantal filosofen die heden ten dagen van politiek belang zijn, van Gramsci geleerd? Maar allereerst, Arthur verwees daar net al naar, de invloed van Gramsci, met name in de tweede helft van de 20e eeuw, is bijzonder significant geweest. Er wordt geschat door sommigen dat de Gramsci-bibliografie, dus het aantal wetenschappelijke artikelen en boeken dat over hem geschreven is in die tijd, voorbij de 20.000 titels gaat. En in dat opzicht zou hij waarschijnlijk in die periode althans vaker gerefereerd zijn dan Machiavelli bijvoorbeeld. Volgens sommige schattingen. Dus het is in ieder geval een auteur die in de loop van die tweede helft van de 20e eeuw een bijzonder grote invloed heeft gehad. Hoe kunnen we dat verklaren? Wel, ik denk dat er een aantal pragmatische verklaringen zijn te geven en een aantal inhoudelijke. Een pragmatische is misschien dat Gramsci een marxist was zonder zonder smet op zo'n manier. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Gramsci, maar voor een aantal andere marxisten ook, die eigenlijk niet geassocieerd konden worden met een, of niet zo sterk geassocieerd werden met een orthodox marxistische traditie. Misschien omdat ze op een aantal punten onorthodox waren. En daarmee eigenlijk ook ingezet konden worden als belangrijke intellectuelen voor een marxistische traditie het Stalinisme in de tweede helft van de 20e eeuw. Dus ik heb het over meerdere mensen. Gramsci is er een van, maar je zou bijvoorbeeld aan Rosa Luxemburg kunnen denken als een dergelijk figuur. Dus wellicht verklaart dat voor een deel de populariteit van Gramsci in die periode. Ten tweede natuurlijk zijn brede inzetbaarheid. Inderdaad, het feit dat hij refereert naar
tal van verschillende bronnen en tradities, dat hij ook in zekere opzicht een zeer atypische en onorthodoxe denker is. En in dat opzicht breed inzetbaar en interpretabel is. Zoals Eric Hobsbawm, een belangrijk marxistisch historicus, ooit heeft gezegd, Gramsci is nooit een isme geworden. Het is altijd, wat dat betreft, inzetbaar geweest voor tal van lezingen en tal van tradities. Maar misschien belangrijker, ik denk dat Gramsci, als een denker die zich geconfronteerd zag in de jaren 30 met bepaalde ontwikkelingen die Marx en Engels natuurlijk nooit, maar die nooit op hadden geanticipeerd, dat Gramsci op zijn beurt daarom goed gebruikt kon worden in de jaren 70, 80 door intellectuelen die zich geconfronteerd zagen met ontwikkelingen waar zij op dat moment geen raad mee wisten. En dan heb ik het met name natuurlijk de ontwikkeling van een neoliberaal discours, waar zij volgens een traditionele marxistische theorie op dat moment geen raad mee kunnen. Daar ga ik zo op terugkomen en probeer een antwoord te geven op de vraag hoe ze Gramsci daar dan productief voor hebben ingezet. Maar voordat ik daar antwoord op kan geven, wil ik graag teruggaan naar twee termen die eerder ook al genoemd zijn door Mathieu. Stellingenoorlog en hegemonie. Twee termen die sterk met elkaar verbonden zijn, die elkaar op tal van manieren misschien impliceren, in ieder geval in het denken van Gramsci. Die we, denk ik, moeten doorgronden ook om de relevantie van Gramsci vandaag de dag te kunnen begrijpen. Nou heb ik de vertaling bij me. Ik zag dat er meer mensen waren die de vertaling bij zich hadden. Dus ik wil graag een kort stukje voorlezen. Het is een van de bekendere passages uit de gevangenisgeschriften van Gramsci, waar hij het heeft over stellingenoorlog. Voor de mensen die graag willen meelezen, dat is op pagina 56. Daar zegt hij volgende. Volgens mij had Ilyich, dat is Lenin, waar hij daarna refereert, begrepen dat de bewegingsoorlog in 1917 met succes toegepast in het Oosten moest worden gewijzigd in een stellingenoorlog. De enige optie in het Westen. Daar konden, zoals Glasnov opmerkt, de legers in kort bestek oneindige hoeveelheden munitie bij elkaar brengen en de maatschappelijke kaders waren daar nog vanuit zichzelf in staat om te fungeren als zeer versterkte loopgaven. Dit lijkt me de betekenis van het gedagen eenheidsfront, dat overeenkomt met het geallieerde idee van een gemeenschappelijk front onder het opperbevel van het volk. Alleen had Ilyich geen tijd om zijn gedagen uit te werken. Ook al moeten we ervan uitgaan dat hij dat alleen theoretisch had kunnen doen, terwijl het fundamenteel een nationale taak was. Dat wil zeggen, het was nodig om daarvoor het terrein te verkennen en zich te verzekeren van de onderdelen van de loopgraven en de fortificatie die werden belichaamd door segmenten van de burgerlijke maatschappij enzovoort. In het Oosten was de staat alles en de burgerlijke maatschappij rudimentair en als een gelei. In het Westen bestond er tussen staat en burgerlijke maatschappij een juiste verhouding en als de staat wankelde, dan dook direct de rechte structuur op van de burgerlijke maatschappij. De staat was enkel een loopgraaf in de frontlinie waarachter een hertenketen lag van fortificaties en kazamatten. Een en ander varieerde natuurlijk van staat tot staat, maar juist daarom vroeg dit om een nauwgezette verkenning op nationaal niveau. Je zou kunnen zeggen, van Karl von Clausewitz is bekend dat hij zegt dat hij de oorlog omschrijft als de voortzetting van politiek met andere middelen. Je zou kunnen zeggen, misschien doet Gramsci hier het tegenovergestelde. En de oorlog, de politiek presenteren in een analogie als de voorzetting van oorlog met andere middelen. En hij maakt daarin, in die analogie, een onderscheid tussen twee manieren waarop in zijn tijd die oorlog kon worden gevoerd. Enerzijds de bewegingsoorlog, typische vorm van oorlog die misschien in grote delen van de wereld niet meer als zodanig gevoerd wordt, volgens Gramsci. De manoeuvreoorlog, ook wel genoemd. Dat is een tactiek waarbij men door snel te manoeuvreren de vijand uit evenwicht probeert te brengen. En waar men op gezette momenten en op gezette tijden kiest, op zorgvuldig gekozen momenten en tijden plaatsen kiest om die vijand gericht aan te vallen. En een van de voorbeelden van een typische bewegingsoorlog in de politiek zou dan de Russische Revolutie zijn. Waar men op een gegeven moment het Winterpaleis bestormt en daarmee een belangrijke zet doet in die strijd, die revolutionaire strijd die het Russische proletariaat probeert te leveren.
Daartegenover plaatst Gramsci het beeld van de Stellingenoorlog, of de loopgravenoorlog inderdaad. Dat is een manier van oorlog voeren waarbij men aan weerszijden van het slagveld is ingegraven en daar een uitputtingsslag levert. Eigenlijk probeert het terrein op elkaar te winnen. Ik weet niet hoeveel Black Adder fans er in de zaal zitten, maar er is op een gegeven moment een aflevering in die serie over de Eerste Wereldoorlog waar ze gepresenteerd worden met een stuk grond. En dan wordt bijna gezegd, dit is de grond die we vandaag op de vijand veroverd hebben. En de baas, de generaal daar, die vraagt, oh mooi, op welke schaal is het? Nee, dit is de grond die we vandaag op de vijand veroverd hebben. De Stellingenoorlog is bij uitstek een hele langzame oorlog, waarbij men langzaam probeert terrein op de tegenstander te winnen. Waarom dit verschil tussen Rusland aan de ene kant en Europa en Italië aan de andere kant? Waarom gebruikt Gramsci die analogie van die verschillen in de oorlogvoering? Wel, dat zegt hij in het stuk wat ik zojuist gelezen heb. In zekere zin was in het oosten de staat alles. De tsaristische staat, de staat als een geheel van repressieve apparaten, was de ruggengraat van de politieke orde. En daarbuiten was eigenlijk niks. Terwijl in het westen, zegt hij, heb je niet alleen de staat en de repressieve apparaten van de staat die daar actief zijn. Die zijn er natuurlijk ook, de politie, het leger, etc. Maar heb je daarnaast ook een burgerlijke samenleving die op allerlei manieren de dominantie van de heersende klasse ook reproduceert en representeert. Niet alleen het leger en de politie spelen een rol in het bewerkstelligen van de politieke orde en in het verdedigen van de macht van de heersende klasse, maar ook scholen. Ook de media, ook de kerk, niet in de laatste plaats. Dus een tal van organisaties waar wij allemaal bij betrokken zijn, of lid van zijn, en waar wij allemaal het dominante discours, de dominante ideologie van een staat, internaliseren en reproduceren. En dat maakt dat we, dat gegeven maakt dat we op een andere manier over revolutionaire strijd moeten denken in een westerse context dan de Russische revolutionairen hadden gedaan. Want die hadden niet te maken met een staat die zo sterk geïntegreerd was, volgens Gramsci, in de burgerlijke samenleving. Dus wat betekent dat concreet? Concreet betekende dat, willen we, de Marxisten, de Marxistische beweging, effectief zijn in de strijd tegen kapitalisme en de bourgeoisie, dan moeten we niet alleen proberen om de staat als repressief apparaat te confronteren. Dan moeten we niet alleen, laten we zeggen, de voorste linies van de staat aanvallen en proberen daar een bres in te slaan. Nee, dan moeten we ook op het terrein van die burgerlijke samenleving proberen te interveneren en een verandering te bewerkstelligen in hoe mensen denken, in hoe mensen spreken over hun politieke realiteit. En dat brengt me op het tweede concept. Waar we Gramsci met name op kennen, dat is het concept hegemonie. Niet het concept dat hij zelf bedacht heeft. Het werd in veel marxistische discussies eerder gebruikt, maar het krijgt wel een specifieke betekenis en een specifieke toepassing in het denken van Gramsci. Wat is hegemonie nou precies? Arthur had het er net al over. Hegemonie is, nou, ik zou zeggen, je positie is hegemonisch als iedereen of bijna iedereen in dezelfde termen spreekt en denkt over de politieke realiteit als een politiek discours is hegemonisch wanneer het zogezegd over onze taal en onze denkwijze domineert. Dus in zekere zin hegemonie betekent dat niet alleen dat een bepaalde visie, ideologische visie op de samenleving, een bepaalde taal die we gebruiken in onze politieke realiteit bespreken, dat die ons wordt opgedrongen, maar dat we die in zekere zin geïnternaliseerd hebben. En dat we in zekere zin voortdurend, bewust of onbewust, die taal, dat discours, in onze dagelijkse uitwisselingen reproduceren. Welnu, Gramsci's inzet is niet alleen de rol van hegemonie in de context van zo'n Stellingenoorlog zoals hij noemt, is de rol van hegemonie te begrijpen, maar ook een strategie te vormen die Marxisten zouden kunnen gebruiken, die Marxisten zouden moeten helpen om die
hegemonie te verwerken. Alleen op die manier kan men, zegt hij, zo'n stellingenoorlog tegen het huidige hegemoniale discours, het bourgeoise discours, uiteindelijk winnen. Goed, dat is Gramsci over, over stellingenoorlog en hegemonie. Waarom is hij nou belangrijk in de context van de 20e eeuw? Waarom is hij nou zo ontzettend populair geworden, naast de reden die ik al genoemd had? Wel, met name wellicht omdat men zichzelf in de jaren 70, toen de teksten van Gramsci beschikbaar kwamen, ook voor een Engelstalig publiek, zich juist in die periode geconfronteerd zag met het feit dat er een heel dominant politiek hegemonisch politiek discours zichzelf aan het vestigen was, waar men op dat moment geen antwoord op had. En dat is het neoliberale discours. Een discours dat we misschien niet altijd bewust gebruiken, maar dat we, waarvan ik denk dat we met recht zouden kunnen zeggen dat we dat allemaal toch op flinke hoogte hebben geïnternaliseerd in onze manier van praten en denken over politiek en over samenleving. Wat is dat neoliberale discours? Wel, je zou het kunnen reduceren tot een aantal basale ideeën. Het is geen exhaustieve lijst, maar bijvoorbeeld het idee dat de markt haar eigen wetmatigheid heeft, haar eigen wetten volgt. Het idee dat de rol van de overheid is om vooral die markt op een bepaalde manier te faciliteren. Het idee dat de rol van publieke voorzieningen en instellingen beperkt zou moeten worden. En veel van die voorzieningen zouden moeten worden ontgonnen, zou je kunnen zeggen, voor de markt, door deze te privatiseren of te bezuinigen. En het idee dat mensen zich vooral in eerste instantie als ondernemers zouden moeten zien. Ieder individu is ondernemer geworden. Dat is een neoliberaal discours dat in sterke mate zowel in het onderwijs als in onze media, onze maatschappelijke discussies, vaak opnieuw geactiveerd wordt, zonder dat we daar per definitie altijd zo effectief over denken. En een van de problemen waar veel Marxisten zichzelf in de jaren 70 mee geconfronteerd waren, zagen, is dat dat discours voortdurend wordt gereproduceerd door mensen die daar tegelijkertijd geen enkel economisch belang van hebben. Dat is in ieder geval filosofisch een probleem. Hoe kan het dat we allemaal een taal spreken, dat we allemaal een discours bezigen, dat tegelijkertijd misschien helemaal niet correspondeert met de met bepaalde belangen die we hebben. Dan nu, en de hedendaagse Gramscianen sinds de jaren 70. Ze werden net al even genoemd. Ik denk twee van de belangrijkste neo-Gramscianen, mensen die Gramsci hebben geprobeerd te mobiliseren voor zo'n kritische lezing van dat neoliberale discours en voor een poging om daar een alternatief op te vinden, waren Ernesto Laclau en Jean Van Hoef. Laclau, geboren in 1935, inmiddels overleden, 2014, geboren in Argentinië, en iemand die zijn politieke sporen verdiende in de populistische, de peronistische beweging daar, en Jean Van Hoef, inderdaad uit België, uit 1943, leeft nog steeds en is nog steeds heel actief om die, lezing van Laclau uit te baten, zou ik kunnen zeggen. Laclau en Hoef maken nadrukkelijk gebruik van dat perspectief van Gramsci en van noties als stellingenoorlog en hegemonie, maar ze doen daar ook iets nieuws mee. Hoe herzien ze die theorie van Gramsci? Nou, ik denk dat er drie belangrijke samenhangende punten zijn te abstraheren uit, in het denken van Laclau en Hoef. Ten eerste, Laclau en Hoef minimaliseren de rol die klassen en economische verhoudingen nog steeds spelen in het Gramsciaanse denken. Ze zeggen, de basis van ieder discours, hegemonische discours, maar ook contra-hegemonische discours, dus ook het discours dat daartegen gevormd wordt, de basis daarvan is altijd contingent. Dat wil zeggen, had altijd totaal anders kunnen zijn. Het is niet per se willekeurig, maar het is altijd contingent in zoverre dat zo'n discours ook op een heel andere manier in elkaar had kunnen zitten en op een heel andere manier had kunnen functioneren. Dus het zijn combinaties van verschillende identiteiten, verschillende associaties, verschillende belangen, emoties, eisen, etc. die gemobiliseerd worden in een bepaalde politieke context en die elkaar op een gegeven moment, zou je kunnen zeggen, vinden in het kader van één gedeeld politiek discours. Het is daarom dat Laclau en Hoef het hebben over het creëren van, met een technische term, een chain of equivalence. Ze zeggen, ieder politiek discours zou je moeten zien als een serie van verschillende eisen en identiteiten en belangen
die op een gegeven moment in een politieke context elkaar lijken te gaan veronderstellen, waardoor ze een soort logisch verband lijken te krijgen, ook al hebben ze dat niet, per definitie. Dus om een voorbeeld te noemen, als ik het heb over groene politiek, roept u maar, waar associeert u groene politiek mee? GroenLinks, ja, oké, okay. Maar inhoudelijk bedoel ik? Klimaat. Sorry? Klimaat? Groene energie. Groene energie? Dierenrechten. Dierenrechten? Ja, ja. Duurzaamheid. Sorry? Duurzaamheid. Vrijzinnig, duurzaamheid. Nucleaire energie zou je misschien ook kunnen noemen. In sommige contexten, in Nederland minder, maar in sommige landen wordt groen heel specifiek met pacifisme geassocieerd, zeker in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal punten waarvan je zou kunnen discussiëren, bediscussiëren of die elkaar logisch veronderstellen. Zo ervaren we dat wel, omdat een partij of een beweging ze vaak in een soort serie aan ons presenteert, omdat ze in de politieke praktijk elkaar vaak lijken te veronderstellen. Maar laat Laura Loef zullen zeggen, het verband tussen die verschillende punten wordt politiek geconstitueerd. Het is denkbaar, nou bijvoorbeeld als je het hebt over dierenrechten of vegetarisme, het is niet ondenkbaar dat dat een belangrijke rol kan spelen in een rechtsdiscussie. Sterker nog, dat heeft het in het verleden ook gedaan. Het is niet ondenkbaar dat je zou pleiten voor groene politiek en tegelijkertijd juist daarom voor kerncentrales. Sterker nog, dat wordt soms wel gedaan. Tegelijkertijd, op het moment dat ik die term groen noem, dan wekt dat allerlei associaties bij mensen op. En dat komt volgens McLaren Move, omdat dat verschillende agendapunten zijn die in loop der tijd elkaar zijn gaan veronderstellen en op die manier dus eigenlijk een bepaald politiek discours hebben geconstrueerd. En we gebruiken een specifiek containerbegrip, groen, een soort empty signifier noemen ze dat, een bepaald containerbegrip, om al die associaties vervolgens te kunnen relateren aan elkaar. Zo'n chain of equivalence krijgt vorm enerzijds door dat die verschillende punten elkaar gaan veronderstellen, anderzijds doordat ze afgezet worden, die verschillende eisen, tegen een buitenpositie. Het constitutieve buiten noemen de Clown Move wel. Het is ook een referentie naar iets dat wij gemeenschappelijk niet zijn, zeggen zij, dat we uiteindelijk komen tot het constitueren van zo'n gedeeld verhaal. Dus het is ook in referentie naar een buitenpositie, naar een tegenstander, dat die verschillende agendapunten elkaar in loop der tijd kunnen gaan veronderstellen en dat men op die manier eigenlijk langzamerhand een politiek discours weet te construeren waarmee bijvoorbeeld een dominant discours geconfronteerd kan worden. Wat is daar nou specifiek aan? Wat Laclau ook betreft, wat daar specifiek aan is, is dat het construeren van een dergelijk discours een constitutief proces is. Men creëert op die manier nieuwe politieke identiteit. En dat is een idee wat denk ik regelrecht van Gramsci uitkomt. Het idee dat politieke representatie door een partij, door een vakbond, door een beweging of door een politicus niet alleen refereert naar een reeds bestaande identiteit, maar dat men in loop der tijd zo'n discours op zo'n dergelijke manier te kunnen articuleren, nieuwe politieke identiteiten creëert die men in stelling kan brengen tegen het bestaande discours. En volgens Laclau nu, dat is het laatste wat ik ook over wil gaan zeggen, zie je in de politieke praktijk van vandaag de dag dat met name vaak een populistische vorm lijkt te krijgen. Het is vaak in verwijzing naar een gedeeld volksbegrip, het is vaak in verwijzing naar het begrip van een gedeelde minderheidsidentiteit ten opzichte van een minderheidsidentiteit dat een dergelijk politiek discours vorm kan. Bijvoorbeeld in het geval van populistische partijen aan zowel de rechter als linkse zijde van het spectrum. En met name een linkse populistische partij in Spanje, Podemos, is een partij die ook nadrukkelijk verwijst naar Laclau en Move als belangrijke inspiratiebron. Op die manier zien we eigenlijk, volgens Laclau en Move, hoe in het hedendaagse politieke landschap, waarin populistische partijen aan rechter en linkerzijde een belangrijke rol spelen, hoe dat idee van stemmingenoorlog, wat bij Gramsci zijn oorlog zijn oorsprong vindt, toch opnieuw inhoud krijgt, maar zonder dat daarbij specifiek gerefereerd wordt of hoeft te worden naar klassen als een gedeelde basis. Dus om kort te gaan, als we kijken naar het hedendaagse politieke debat, dan denk ik dat we Gramsci daar niet één op één kunnen toepassen. Ik denk niet dat Gramsci ons een handvest aanraakt waarmee we de wereld
zou moeten kunnen veranderen. Maar ik denk wel dat hij ons manieren aanreikt aan de hand waarvan we bepaalde politieke ontwikkelingen en de standkoming van verdeelde politieke identiteiten in onze politieke realiteit beter kunnen begrijpen. Ik denk dat we daar bij laten. Ja. Dank jullie wel allebei voor deze interessante lezingen. We gaan eerst een gesprek hiervoor en dan daarna worden jullie er ook bij betrokken. Arthur, eerst een vraag aan jou. Je hebt een deel van de gevangenisgeschiedenis van Gramsci vertaald. Waarom een werk van Gramsci en niet een andere Italiaanse denker? Ja, ten eerste misschien wel dat Gramsci, wat jij ook aangaf, inmiddels in Italië en wereldwijd als een landgenote heeft overtroffen. Dus hij wordt inderdaad nu meer gelezen en geciteerd dan Machiavelli, die toch, denk ik, veel beroemder is en natuurlijk ook een veel langere geschiedenis heeft. Dus Gramsci wordt echt gezien, eigenlijk als een, zeker in Italië, toch ook wel erbuiten, als de belangrijkste erfdrager van de Italiaanse filosofie. Bijvoorbeeld veel meer dan zijn tijd van Benedetto Croce, die ik even noemde, die in die tijd misschien wel veel invloedrijker was, maar inmiddels door iedereen vergeten. En Gramsci wordt nog steeds, zoals jij ook maar uitlegde, naar voren geschoven als een inspiratiebron bijvoorbeeld voor politieke partijen, zoals Podemos in Spanje, of Thierry Baudet in Nederland. Dus in die zin heeft Gramsci een hele sterke actualiteitswaarde. Wat wel opmerkelijk is, omdat hij dus ook wel heel erg duister is en heel erg hermetisch en heel erg fragmentarisch. Dus er zit iets geks aan. Ja, we komen straks nog terug op de actuele waarde van Gramsci. Matthijs, jij noemde Laclau en Mouffe en hoe zij geïnspireerd zijn door Gramsci. Wat is in jouw ogen nou wat zij echt toevoegen? Wat is hun toegevoegde waarde in dat werk? Wat ze toevoegen is denk ik twee dingen. Ten eerste de ik weet niet of toevoegen het juiste woord is. Misschien is het beter om het sterker. Dat zijn aspecten die al in Gramsci aanwezig zijn, maar die zijn er sterker uithalen. Wellicht. Het eerste is dat een gedeeld dat maatschappelijke tegenstelling, ideologische tegenstelling, niet per definitie in termen van klasse begrepen hoeft te worden om wel emancipatoire te zijn. En dus waar zij op inzetten is het creëren van een begrip van hoe politieke bewegingen kunnen worden gevormd, bijvoorbeeld tegen dat hegemonische neoliberale discours, zonder per definitie naar een traditionele notie van klasse te verwijzen. In zekere zin, de basis voor iedere identiteit is contingent, dus had anders kunnen zijn. En is niet te reduceren tot één oorsprong, zoals klasse. En ik denk dat dat aspect speelt een belangrijke rol in de marxistische theorie, want uiteindelijk wordt daar alles, inderdaad zoals je al zei, traditioneel tot economie of tot economische klasse teruggevoerd. Ik denk dat Gramsci daar wel ten dele afstand van doet, maar blijft uiteindelijk een marxist. Laclau en Mouffe refereren expliciet naar zichzelf als post-marxist. Dus, we ontlenen veel aan die traditie, maar dit is een van de aspecten die we achterlaten. Dus iedere gedeelde identiteit kan op tal van manieren tot stand komen en dat hoeft niet noodzakelijk te zijn in referentie naar economische klasse. Dat is het eerste. En ten tweede, wat ze nog sterk benadrukken, maar ook dat is denk ik al in essentie bij Gramsci aanwezig, is het idee dat uiteindelijk politieke identiteit altijd mede geconstrueerd wordt door politieke partijen, door politici, door vakbonden, door andere maatschappelijke organisaties, die pretenderen een representatieve rol te spelen. Met andere woorden, politieke representatie is vanuit hun perspectief gezien altijd een tweerichting verkeer. Het is niet zo dat de partij of de vakbond of de politieke beweging een grotere groep representeert op een per definitie op een accurate manier. Een groep die als zodanig al bestaat. Het is eerder zo dat men, dat zo'n politieke partij of bond of beweging, door te claimen een grotere groep te representeren, ook daarmee die grotere groep ten dele creëert, of daar een bepaalde inhoud. Om een Nederlands voorbeeld te noemen, Henk en Ingrid.
Geert Wilders refereert naar Henk en Henk als de Nederlanders. Die heeft dat hele idee van Henk en wat daarvoor een betekent. Op een gegeven moment gaan mensen zich daarmee associëren. Dus dat is een constructieve functie. Politieke representatie is bij een nooit reageren op iets wat er al is als vraag, altijd een constructief proces. En ik denk dat in essentie bij Gramsci al in zit, maar daar halen we weer naar toe. Ja, oké, duidelijk. Ik wil dan nog even terug naar de klassenstrijd. Jij zei ook al in jouw lezing, zei je, ideeën zijn doorslaggevend voor Gramsci. En het rijk van de economie is er en bestaat, maar hij schreef vooral over ideeën en het domein van ideeën. Maar wat is dan nog de rol van economische belangen? Of de rol van een economische positie of klasse? Doet dat er nog toe voor Gramsci? Jazeker, want hij is inderdaad, zoals Matthijs ook aangeeft, hij is nog steeds ingekapseld binnen het klassiek marxistische kader. En hij gaat inderdaad een beetje de kant op van zich daaraan onttrekken, of hij probeert zich daar misschien op zekere hoogte van los te weken. Maar dat lukt niet helemaal, of de vraag is ook of hij dat zou kunnen überhaupt binnen het kader van zijn tijd. Dus die economische nadruk die blijft heel sterk, maar waar hij zich eigenlijk vooral tegen verzet, dat zijn interne discussies binnen de communistische beweging of binnen de Comintern. Hij verzet zich vooral tegen wat hij noemt economisme. Een term die trouwens ook Jesse Klaver onlangs weer heeft afgestoft. Het is een term die ooit door Lenin is geïntroduceerd. En economisme wil zeggen dat je alles reduceert tot economische vraagstukken. Dat je dus ook denkt in termen van politieke strijd als strijd om economische hervorming. En Lenin is daartegen. Lenin wil natuurlijk een revolutie, maar ook Gramsci is daartegen op grond van het idee, die economie die is niet sturend voor menselijk gedrag. Het is wel een onderdeel vaak daarvan, maar de ideeënwereld, om het zo maar te zeggen, de bovenbouw, die is minstens zo belangrijk. Dus hij probeert dat economische, dat economisme weg te schuiven. Hij probeert ook het economische determinisme, wat natuurlijk heel sterk zit in de marxistische traditie, weg te schuiven. Omdat hij zegt, als je denkt in termen van determinisme, het zal wel gebeuren dat die revolutie ooit gaat plaatsvinden, als de omstandigheden maar zo kunnen zijn, hè, economisch gezien, dan kun je wachten tot je ontzegt. Dan gebeurt er niks. Heeft hij ook wel gelijk gekregen. En hij zegt dus, je moet actief handelen om die omstandigheden te veranderen. En dat actief handelen wil zeggen dat je actief nadenkt. Want denken is handelen. Ja, dat zijn voor je filosofische uitgangspunt. Dus de economie die blijft wel degelijk een hele, hij noemt het een weerbarstige realiteit. Ja. Die zit daar, die is er. Dat bepaalt hoe mensen leven, welke broden ze kunnen kopen enzovoort. Maar om die economie te kunnen veranderen moet je niet alles overlaten aan de economie zelf. Maar je moet het op een ideologische manier proberen te sturen. En heeft de economische realiteit waarin jij je dan bevindt als intellectueel, heeft het wel invloed op hoe ver je volgende loopgraaf, zeg maar, kan graven? Dit is een heel raar. Maar heeft het daar invloed op hoe ver je volgende stap kan komen? Ja, het is een goede vraag, het is een lastige vraag, omdat de vraag is voor Marxisten, en voor Gramsci ook zeker, waar bevindt de economie zich precies? Is het de staat? Of is het het maatschappelijk middenveld? Of is het iets anders? En eigenlijk geeft hij op die vraag niet een heel eenduidig antwoord. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen, de economie is onderdeel van het repressieve apparaat van de staat. En dat gebeurt ook in Italië, want er zijn stakingen die worden door de politie en door het leger in de pan gehad. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, de economie is juist een heel duidelijk aspect van het maatschappelijk middenveld. Omdat in de fabrieken en dergelijke ook juist sprake is van discussie en debat enzovoort. Dus het is eigenlijk, economie is in die zin binnen dat kader van waar is de macht heel moeilijk te plaatsen. En je zou denk ik moeten concluderen dat Gramsci daar simpelweg geen antwoord op heeft. Hij heeft eigenlijk geen echte goede theorie van de economie. Hij heeft wel voor een Marxist een vrij bijzondere en ook opmerkelijke oorspronkelijke theorie van wat is politiek. Omdat tenminste de Marxisten zich juist met die economie bezighouden. En die vindt het politiek. Wil jij nog een beetje? Nou ja, nee, ik denk dat in hedendaagse adaptaties van Gramsci verdwijnt dat economisch natuurlijk veel sterker uit beeld. Dat is in ieder geval het verwijt wat ze krijgen. En een van de problemen daarmee is wel dat het daarmee, je zou kunnen zeggen, idealistisch dreigt te worden. Dus het idee dat ideeën onze werkelijkheid vormen,
en louter idee is wel een idee dat we daar moet doen. En het is niet geheel onterecht dat sommige hedendaagse Gramscianen, zoals dat kan, ook wel bekritiseerd worden. Ik denk dat het wat complexer ligt bij hen. Maar goed, de vraag is wel of inderdaad hedendaagse lezers van Gramsci het economisch niet nog veel meer dan hij voor mag zijn. De ideeën moeten natuurlijk ergens vandaan komen. We hebben het gehad over intellectuelen, dus individuen. Maar je noemde ook de politieke partij. Ja. En de politieke partij speelde een bijzondere rol in het denken van Gramsci. In ieder geval het ideaal wat hij voor zich zag. En ik was benieuwd, ik vraag aan jullie allebei. Als je nadenkt over de politieke partij die we tegenwoordig in Nederland hebben. Wat zou je dan met Gramsci in je hoofd daarvan vinden? Wat zouden de huidige politieke partijen moeten veranderen aan strategie voor vrouwenpartij om bij de richting dat ideaal te gaan? Dat hangt een beetje af van de welke politieke partijen. Ik denk dat bepaalde partijen meer Gramsciaans opereren dan andere. En wat je denk ik zou kunnen concluderen, ik heb er even kort aan gerefereerd daarnet. Wat volgens mij heel belangrijk is nu, is de relatie tussen politieke partijen en nieuwe vormen van media. En ik heb heel sterk de indruk dat de meeste klassieke partijen, ook de traditionele volkspartijen, eigenlijk nog niet zo heel goed weten wat ze met die sociale media moeten. Terwijl juist vanuit het Gramsciaans perspectief zou kunnen zeggen dat die sociale media een gigantische kans bieden om op veel grotere schaal dan voorheen een bepaalde vorm van intellectuele aanwas te genereren, die steeds weer bottom-up zo'n partij voedingsbodem biedt. Dat is het idee waar ik dan van uitgaat. Je moet als partij constant nieuwe kaders verheffen om de functie van de intellectuele te gaan bevullen. Dus om die hegemoniale loopgraven te gaan innemen eigenlijk. Sociale media kunnen natuurlijk daar een rol in spelen, maar de meeste partijen doen dat denk ik niet. En ik denk dus dat een deel van het succes van bijvoorbeeld populistische leiders te verklaren is komt van het feit dat zij wel de mogelijkheden van die sociale media inzien, maar dan op een veel meer top-down manier natuurlijk. Geert Wilders is iemand die voor een heel groot deel zijn boodschap via Twitter deelt met zijn volgers, dat is gehad Donald Trump, Matteo Salvini in Italië, ook trouwens een Gramsciaan in zekere zin. En je zou misschien kunnen zeggen dat politieke partijen die sociale media, dat landschap wat zo veranderd is in de afgelopen 10, 20 jaar, kunnen mobiliseren, maar dan juist voor meer bottom-up discussie. En bijvoorbeeld ook misschien wel nieuwe vormen van representatie via bepaalde vormen van internetdemocratie. Een ander voorbeeld dat daaraan appelleert, ook uit Italië, is het voorbeeld van de vijfsterrenbeweging, die eigenlijk een beweging is die misschien dat juist wel belichaamt, omdat het een beweging is die populistisch zou kunnen worden genoemd. Maar niet op grond van het idee van één leider die alles voorkoudt, maar juist een beweging die zegt, wij schaffen de traditionele kaders van parlementaire democratie zoveel mogelijk af. Wij zorgen voor directe representatie via internet en sociale media. Ook dat is natuurlijk in de praktijk lastig, er zitten allemaal haken en ogen aan. Maar dat is denk ik wel een bepaalde vorm van mobilisatie van een achterban, die ook bij de partijen in Nederland, ongeacht politieke kleur, zouden kunnen kopiëren. Ja, nou ja, ik denk dat, kijk, een aantal jaar geleden, toen de Occupy-beweging kwam in 2011, toen was een tijd lang een heel dominant discours in de media en in de discussies. De tijd van de politieke partij is voorbij. Hè? Wat we nu zien is een ander soort beweging, grassroots-bewegingen, die geen nood meer hebben aan bepaalde vormen van politieke representatie door partijen, bepaalde vormen van politiek leiderschap door partijen, etc. En dat is, dat, tot op zekere hoogte is dat een heel sympathiek geluid, denk ik. En het is zeker ook in het licht van het enthousiasme van die tijd van die bewegingen genereerde ook wel te begrijpen. Maar tegelijkertijd zien we sinds die tijd ook wel weer dat een aantal, inderdaad de vijf sterren bewegingen is een voorbeeld daarvan, dat een aantal nieuwe partijen zijn opgestaan op verschillende plekken in de wereld, die proberen echt een andere inhoud te geven aan wat die functie en die rol van een partij dan zou kunnen zijn. En inderdaad, één voorbeeld daarvan is de vijf sterrenbeweging, maar je zou kunnen denken aan Podemos in Spanje, die we al eerder hebben genoemd.
je zou kunnen denken aan bewegingen binnen traditionele partijen. Proberen op een andere manier eigenlijk een partij te organiseren en daar een andere verbindende rol aan te geven, een meer grassroots rol aan te geven dan de partij traditioneel heeft. Dus ik denk in ieder geval dat de tijd van de politieke partij misschien minder over is dan een aantal jaar geleden heel triomfantelijk werd geroepen. En het is inderdaad niet ondenkbaar dat een Gramsci deels ook zou kunnen helpen bij het herdenken van wat die rol van die partij dan zou kunnen zijn. Maar niet Gramsci alleen. Ja. Want de partijen die nu genoemd worden, zowel op de linkse flank als Podemos, als Rita, maar ook op de rechterflank, zijn die dan bewust of onbewust geïnspireerd door Gramsci? Van, zijn dat dan een soort van de strategie die je Gramsciaan zou noemen? Nou ja, veel van de voorbeelden, zeker op links, Podemos en Syriza, zijn allebei heel, heel nadrukkelijk geïnspireerd door Gramsci. Daarvan kun je ook, denk ik, echt zeggen, die hebben het ook echt gelezen. Ten rechterzijde dagen dat we het betwijfelen, daar wordt Gramsci ook wel dus genoemd, maar of dat echt gebaseerd is op een hele intensieve analyse, weet ik niet zeker. Ik heb het idee, en dat is misschien een probleem, dat niet alleen Gramsci partner speelt, dat het ook wel een soort van household name is geworden die fijn is om af en toe te droppen hier en daar. Maar juist ook omdat hij zo'n hermetische tekst heeft geschreven, is het helemaal niet zo eenduidig voor een bepaalde agenda, voor een bepaald karretje te spannen. Het is zeker wel zo dat hij aan de rechterzijde van het spectrum ook wordt gelezen, volgens mij, door ideologen van veel partijen, niet aan de laatste plaats aan de rechterzijde. Dat is waar, ja, zeker. Ja. Je hebt er al een beetje aan geraakt in jouw lezing over de tijd van crisis. Ik wilde ook een stuk, een twee zinnen voorlezen uit het boek. Voor de meelezers, pagina 51. En dit gaat over crisis en de mogelijkheden die een crisis kan bieden. Als de dominante klasse niet meer op instemming kan rekenen en dus niet meer leiding geeft, maar enkel domineert, door louter dwang uit te oefenen, dan betekent dat precies dat de grote massa's zich hebben losgemaakt van de traditionele ideologieën, niet meer geloven wat ze eerst geloofden, enzovoort. De crisis bestaat precies uit het feit dat het oude sterft en het nieuwe niet geboren kan worden. Een interregnum waarin zich de meest uiteenlopende ziekelijke verschijnselen voordoen. Ik denk dat we tegenwoordig sowieso met het woord crisis een soort van om de oren worden geslagen, want alles is een crisis. Maar als je kijkt naar verschillende autoritaire regimes, onze naam van Brazilië, de derde in de Filipijnen, je noemt de Trump, Hongarije. Zouden dat een soort van verschijnselen kunnen zijn waar Gramsci aan refereert? Oftewel, is dit een crisistijd zoals hij die ook begreep? Of zien jullie dat anders? Ik zou zeggen, ten dele wel. Dat wil zeggen, ik heb wel de indruk dat het hegemoniale stelsel, wat inderdaad denk ik zo in de jaren 70 is opgebouwd, langzamerhand een beetje aan het wankelen is geslagen. Eigenlijk denk ik sinds dan de echte crisis van 2008, dus de financiële crisis. En dat dat wankelen van dat, je zou het inderdaad neoliberaal misschien kunnen noemen, het wankelen van het neoliberale stelsel leidt tot een soort van overgangsfase, waarin dan, in Gramsci's woorden, ziekelijke verschijnselen zich voordoen in de vorm van autoritaire leiders. Maar de vraag is dan, is dat inderdaad een interregnum, wat we zeggen een overgangsfase, of is het al de aankondiging van een nieuw hegemoniaal stelsel? Dat is natuurlijk heel moeilijk, het is altijd lastig om in de toekomst te kijken. Wat ik wel zie is dat ook vanaf andere kanten eigenlijk gekribbeld wordt aan de dominantie of de hegemonie van dat neoliberalisme. En dat zie je bijvoorbeeld ook, met name denk ik in de Verenigde Staten, maar ook steeds meer bijvoorbeeld in Europa, ook in Nederland, dat er ook een soort van heropleving is van wat ik zou kunnen noemen socialistische tendensen. Denk aan Ocasio-Cortez, de
member van de House of Verenigde Staten, die heel nadrukkelijk zich eigenlijk keert tegen de bestaande normen en waarden, en daarmee heel veel succes heeft. Denk ook aan Bernie Sanders, denk aan Elizabeth Warren, de waarschijnlijk belangrijkste kandidaat voor de Democratische Partij in de komende verkiezingen. Dus daar is ook iets aan het schuiven. Dus of echt het eindpunt nu zal zijn, of dat wil zeggen het eindpunt niet, maar de nieuwe hegemonie zal worden belichaamd door Bolsonaro, Trump, Salvini enzovoort. Dat hoeft niet per se. Er is dus wel degelijk ook, denk ik, sprake van een alternatief. Maar de vraag is dan natuurlijk wel of we helemaal Gramsci hier moeten volgen. Omdat hij natuurlijk in zijn tijd doelde op het fascisme als een morbide verschijnsel. En dat was wel degelijk een nieuwe hegemonie, zou je willen stellen. Dat is wel degelijk een ideologie geweest die 20 jaar lang weer een heel nieuw kader heeft geschapen. Dat mensen ook echt navolgen. Niet alleen in Italië, maar natuurlijk ook in andere landen. Dus in die zin heeft Gramsci zeker niet een soort... Ja, jij zei het ook al. Gramsci biedt geen goede kaart voor om alles te kunnen duiden wat er gebeurt. Want jij noemde de hegemonie van het neoliberale discours. Komt dat echt in gevaar als dit een crisistijd zou zijn? Ja, dat weet ik niet. Daar twijfel ik een beetje aan, eerlijk gezegd, soms. Het is natuurlijk zo dat bepaalde politieke tendensen, zowel aan linker als rechter zijn, worden gepresenteerd vaak als bedreigingen voor dat neoliberale discours. Tegelijkertijd zijn er volgens mij relatief weinig tekenen die suggereren dat discours in de kern echt verzwakt is. En het moment, een directe aanleiding daarvoor zou wellicht de economische crisis van 2008 zijn geweest. Maar sindsdien lijkt het er niet op dat echt een elementaire wijziging heeft bewerkstelligd in het bedenken over de economie en samenleving. Natuurlijk, er zijn nieuwe geluiden en voor een deel worden die geïncorporeerd door dat discours. Maar geen enkel politiek discours is consistent met zichzelf. Ieder politiek discours omvat ideeën en tendensen die zich soms heel moeilijk tot elkaar kunnen verhouden. Zowel aan iedere kant van het spectrum geldt dat zo. En wat dat betreft denk ik dat Laclau en Benoit ook gelijk hebben als ze zeggen. Ieder discours heeft wat dat betreft iets contingents. Het is altijd een combinatie van verschillende factoren. Als het neoliberale discours in staat is om veel van dat soort geluiden te incorporeren, dat doet het eigenlijk best wel, dan weet ik niet of